De dader van de brandstichting aan de Uiverplaats in Nijmegen is nog steeds niet gevonden. Daarom schakelt de politie nu het programma Opsporing Verzocht in. In januari raakte een huis zwaar beschadigd door brand terwijl de bewoners thuis waren. Het gaat om een vrouw en twee kinderen. Ze ontvluchtten het huis via een raam en bleven ongedeerd. De brand werd aangestoken door iemand die via de brievenbus brandstof naar binnen spoot en dat aanstak. Pogingen om die dader of daders te vinden leverden nog geen resultaat op. Opsporing Verzocht is dinsdagavond om 9:15 te zien op NPO 1 en wordt woensdagmiddag om 1:15 herhaald.